Dus computer. Zo, nou, het is dinsdagochtend. Het is 2:50. En ik ga het hebben over dit gratis webinar geven over anti-age. En wat je kan doen om op een mooie manier ouder te worden zonder botox en zonder fillers toe te passen. Ik zeg niet dat het niet goed is of niet mag of niet mooi is of niet kan. Maar ik wil jullie toch de mogelijkheid bieden wat je zoal kan doen om toch op een hele mooie manier ouder te worden. En wat we allemaal willen natuurlijk is jonger geschat worden dan we werkelijk zijn. Ik had al verwacht dat er weinig deelnemers of geen deelnemers zouden zijn. Uiteraard is Nicolien er wel bij. Helpt mij altijd met al deze dingetjes. En wellicht komen er nog mensen invallen. Maar dit is natuurlijk ook om terug te kijken. Want ik begrijp dat veel van jullie ook moeten werken. Dus ik ga maar gewoon beginnen. Even kijken als hij verder wil. Ja. Nou, allereerst wil ik aan jullie allemaal vragen. Terwijl je dit kijkt. Als je nou je gezicht ziet in de spiegel. Je ziet je spiegelbeeld. Wat denk je dan? Welk cijfer zou jij jouw huid geven? Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Als mensen bij mij komen. Dus het eerste wat ik eigenlijk vraag is. Wat kan ik voor je doen natuurlijk. Maar als het over de huid gaat. Wil ik eigenlijk altijd weten. Welk cijfer geef jij eigenlijk aan jouw huid? Want dat is toch wel heel belangrijk. Ik zie ook. Even mijn chat openzetten. Nicolien geeft het nu een 8. Nou, dat vind ik al echt een prachtig cijfer. Dan is natuurlijk de vraag. Je hebt voor een 8 gekozen. Maar waarom is het dan geen 9 of 10? Weet je wel, is er dan iets waarvan je denkt, ach, ik vind het gewoon niet mooi om ouder te worden? Of geef je het een 8 omdat er toch nog iets is waarvan je denkt, nou, als ik dat aan zou kunnen passen, dan geef ik hem een 10. Dan ben ik tevreden met wat ik heb. Wat heel erg belangrijk is. Even kijken of die chat iets opzij. Ja. Wat heel erg belangrijk is, is dit stukje. Ik wil jullie echt wel een beetje de diepte inbrengen. Even kijken, met die nare fronsschimpel. Ja, die denk ik. Meestal is dat die hier tussen zit. Wat heel erg belangrijk is om te weten, waar ik het vandaag voornamelijk heel vaak over ga hebben, is collageen, hyaluron, ook wel wat elastine, maar ook de fibroblasten. Wat heel belangrijk is om te weten, wat je hier ziet, en vond ik een heel duidelijk, heel mooi plaatje, is dat als je vanaf je 35 jaar ziet je huid er nog zo uit. Je ziet nog die mooie elastine strengen door de huid lopen. Dus je kan dat hier zien als die bruine lijntjes die er lopen. Dan zie je dat die door de jaren heen ietsjes minder worden. Maar dat toch best wel een afname is in 10 jaar tijd. Als je dan gaat kijken naar de hyaluron. Dat zijn al die bolletjes. Zie je ook dat die steeds meer af gaan nemen. En dat geldt ook voor collageenstrengen die je ziet. Die nemen ook steeds meer af. Ik zal even de volgende, want dat was een heel interessant plaatje. Ik weet niet of jullie nu... ik heb hier de chat en het schermpje wie er allemaal online zijn staan. Ik hoop dat die niet in jullie beeld zit ook. Wat ik eventjes wilde delen is, als je hier kijkt, dit is gewoon de jonge huid. De huid van 25 jaar, zeg maar. Dan zie je die collageenbolletjes heerlijk bij elkaar gekoppeld. En wat is er nu zo mooi aan hyaluron? Hyaluron bindt zich 1000 keer zijn eigen gewicht aan vocht. Dus je moet je indenken dat als er vocht in de huid komt van buitenaf, of vocht van binnenuit, dat ervoor zorgt dat die hyaluronbolletjes die stevigheid in die huid geven. Als je dan ook kijkt naar de elastine, dan zie je hier dat het hele mooie X'en zijn die stevigheid in die huid geven. Elastine is als een elastiekje, dus die zorgt dat als je eraan trekt dat het weer teruggaat.
En als je duwt, dus dat het weer terug in vorm komt. Als je hier dan kijkt, zie je dat die elastine vaak stukjes gaat verliezen, waardoor die huid dus niet meer terugveert. Dan heb je de collageenvezels. Hier zie je hele mooie donkerbruine, strakke soort. Ja, je kan het een beetje zien als van die soort, nou, satéprikker. Klinkt niet helemaal oké, maar van die balkjes die in de huid liggen, die zorgen dat het een sterk netwerk is. En hier zie je dat die collageenvezels steeds wat dunner en wat brozer en wat meer, ja, wat meer teer worden, waardoor de huid dus meer gaat inzakken. Die paarse dingetjes die je hier ziet, die zijn hier overigens ook hoor, maar die hebben ze daar niet getekend. Wat er heel erg belangrijk aan is, is dat die fibroblasten, dat zijn het, zijn kleine fabriekjes. En je ziet ze hier aan die collageenstrengen vastzitten. Nou, hier zijn de fibroblasten nog niet zo actief. Maar hier, fibroblasten zorgen ervoor dat er dus continu collageen wordt aangemaakt. En hier zweven ze een beetje rond. En het is de bedoeling dat zij genoeg bouwstoffen krijgen om die collageen aan te sterken. En om te gaan zorgen dat die elastine in die huid ook goed blijft. Nou, hyaluron daarentegen, wat ik wilde vertellen, is iets wat je huid normaal zelf aanmaakt. Het is een lichaams-eigen product, maar naarmate je ouder wordt, neemt dat dus af. Dus collageen, elastine, fibroblast en hyaluronzuur zijn heel belangrijk. En ze leven overigens allemaal in die tweede huidlaag, de lederhuid, ook wel de dermis genoemd. Maar je ziet hier dat door het instorten van die elastinevezels en die collageen die verzwakt, ontstaan er rimpels die niet meer teruggaan. Dat is een hele belangrijke. Hier hebben we nog een keer die fibroblast. Hier zie je het ook. Het zijn een soort beestjes. Die geven dus, je ziet hier collageen, fibrille. Die geeft dus collageen af aan de huid. Dus normaal, bij een normale huid, normale skin wou ik zeggen, normale huid. Ja, leven die fibroblasten, die fabriekjes in die huid. En die zorgen ervoor dat er continu collageen en elastine wordt aangemaakt. En vooral die collageen wordt aangemaakt. Daarvoor heeft de fibroblast bepaalde bouwstoffen nodig. Wat heel belangrijk is, is wat je thuis zoal doet. En wat heel belangrijk is, ik heb deze nu neergezet, is dat er bijvoorbeeld collageen stimulerende producten gebruikt worden. Zoals retinol. Retinol is een hele belangrijke, kom ik later nog op terug. Maar retinol is een vitamine A. En vitamine A is heel belangrijk en die moet je echt gebruiken als je anti-age wil werken. Gebruik je geen retinol, kan je veel lastiger anti-age werken. Want retinol zorgt ervoor dat er nieuwe cellen ontstaan. En die nieuwe huidcellen zijn natuurlijk super belangrijk. De MD-lijn van Image Skincare is onder andere een lijn die helemaal vol zit met retinol. Op de linkse crème na en het masker niet. En uiteraard de lipbalsem niet. Maar de overige producten zijn allemaal retinolproducten. De serums zijn met retinol en de crèmes zijn met retinol op de brightening crème na. Waarom is dat zo belangrijk? Het maakt nieuwe cellen aan, dus het zorgt ervoor dat je continu die celvernieuwing blijft houden. De MD-lijn is echt super fijn. Er zijn heel veel, weinig collega's van mij die er echt heel actief mee werken. En dat heeft toch te maken dat ze wat angstig zijn soms voor retinol. Waarom is dat retinol? Word je gewoon onwijs gewaarschuwd dat je uit moet kijken met UV-straling. Omdat het zorgt ervoor dat je pigment, ja, wat losser komt te liggen. Dus het is ook perfect als je pigment wil aanpakken. Maar als je het in de zomertijd doet en je weet dat je de volgende dag naar het strand gaat, is het gewoon niet verstandig om het als nachtcrème aan te brengen. Sowieso moet je het ook in de winter nooit overdag aanbrengen. De vitamine A dus, wat ik al zei, zorgt ervoor dat er nieuwe cellen ontstaan. En nieuwe cellen zorgen ervoor dat er ook nieuwe fibroblasten ontstaan. En die fibroblasten hadden we natuurlijk nodig, wat ik net vertelde, om die collageen en elastine aanmaak te stimuleren.
Dus retinol is super belangrijk om die kleine fabriekjes actief te houden in de huid. Wat fibroblasten ook nodig hebben, is vitamine C. En waarvoor hebben ze vitamine C nodig? Zonder vitamine C wordt er geen collageen aangemaakt. Ik zei toch vitamine A? Ja, vitamine A zorgt ervoor dat de fibroblast gemaakt wordt. En vitamine C zorgt ervoor dat de fibroblast collageen kan aanmaken. Nou, ik laat nu even de vitamine C-lijn zien, omdat dat is echt een perfecte lijn als het gaat om anti-age. En je moet zeker, als je anti-age werkt, een vitamine C-product in je huidroutine hebben. Vitamine C slikken is ook echt heel erg verstandig als je anti-age werkt. Daar hebben we gewoon heel veel multivitamines voor, zoals de Time Capsule bijvoorbeeld van de Hush & Hush, waar alle bouwstoffen in zitten die je huid nodig hebt om op een hele mooie manier, hoe zegt Jenna dat altijd, live younger longer. Dus leef jonger voor een langere tijd. Dus als je die vitamine C hebt, dan wordt het dus eerst door vitamine A die paarse dingetjes gemaakt. En dan door de vitamine C worden die collageenstrengen weer versterkt. Dan is er nog iets heel belangrijks, maar daar kom ik later op terug over vitamine C. Dus onthoud, vitamine C is heel erg belangrijk voor de aanmaak van collageen. Dat is dus ook een belangrijke. Wat dan ook nog heel erg belangrijk is, is naarmate je ouder wordt, niet alleen collageen afneemt, maar ook aanmaak van hyaluron in de huid afneemt. Dus zo zie je, 20 tot 35 jaar is er nog niets aan de hand. Maar vanaf 35 jaar ga je zeker 30% aan hyaluron verliezen. Tussen die 35 en die 50 jaar. Dat is echt een hele, hele hoop. En als je 50 jaar of ouder bent, ben je meer dan 2/3 aan hyaluron uit de huid kwijt. Dus voor de duidelijkheid, die bolletjes die je hier ziet, die nemen dus sterk af. En die bolletjes heb je nodig voor dat volume van de binnenuit. Omdat het bindt vocht en het geeft volume aan de binnenkant. Het werkt als een filler. De meesten kennen hyaluron ook van het inspuiten bijvoorbeeld. Dus dat is een hele belangrijke ook, die hyaluronzuur, om dat erin te krijgen. Nou, hyaluronzuur is er in één vorm. En is of in te spuiten of het is in een vloeistof. Natuurlijk zijn er ook crèmes waar ook hyaluron in zitten. Zo heeft bijvoorbeeld het Vital C serum. Dus van deze lijn, het Vital C serum. Die heeft zowel vitamine C erin zitten, heel hoogwaardig. Maar die heeft daar ook hyaluronzuur in zitten. Dus die maakt en collageen aan en je stopt hyaluron erin. En het werkt natuurlijk anti-age. Dus dat is heel erg fijn. Maar wat ik hier al laat zien, staat hier een... Ik haal deze eventjes weg. Wat je hier dus ziet, is de hyaluron van Image Skincare. Wat is hier nu zo heel bijzonder aan? Het is een pipet met een vloeistof. En daar zitten 6 verschillende hyaluronstammen in. En het zijn 6 verschillende moleculaire groottes. Dus je hebt zware moleculen, die vooral de opperhuid heel erg hydrateren. Dus ik laat even een plaatje zien als het goed is. Dus de hyaluron, die hier dan blijft hangen in die opperhuid. Dus die gaat die bovenste huidlaag opvullen. Dat doen de grotere moleculen. En die fijnere moleculen, die zakken door de huid heen en die komen hier terecht. En die gaan zich dus binden aan ander vocht. Van de crème die je erna aanbrengt. Van vocht dat uit de lucht komt. Van vocht wat je drinkt. En dat zorgt ervoor dat die hyaluron die je in je huid doet, zich ook dus kan opzuigen en volzuigen. Dus heel erg belangrijk. Dan is natuurlijk bij anti-age heel erg belangrijk de huid gewoon super goed te laten behandelen. Nou, wat ik al in mijn webinar alles over de huid heb verteld, is dat als je heel erg jong bent, de celvernieuwing ongeveer 4 weken duurt. Nou, vanaf je 35ste tot je 50ste ongeveer zal dat naar 5 weken gaan. En van 50 jaar en ouder wordt dat ongeveer 6 weken. Die celvernieuwing gaat steeds langzamer.
Dus wat heel erg belangrijk is, is als jij dus 25 bent en je houdt je huid in conditie, is het prima als je het thuis heel erg goed onderhoudt en dan misschien 4 keer per jaar onderhoudend je huid gaat behandelen. Maar vanaf je 35ste is het echt zaak, als je echt wil dat de huid heel mooie conditie blijft houden, om minimaal eens in de 5 weken, 5 tot 6 weken, die huid goed te laten behandelen. En waarom is dat? Omdat deze laag, die gaat zich steeds meer vastplakken. Die celletjes kunnen niet loslaten. En zoals je net al zag bij dit plaatje, gaat het allemaal afnemen. Zoals de hyaluron neemt af, de collageen gaat afnemen. Alles gaat afnemen in de huid. Dus om te zorgen dat ingrediënten echt tot in die diepte komen en daar dus helemaal ophopen en daar dus alle bouwstoffen achterlaten, is het dus heel erg noodzakelijk om de huid intensief te laten behandelen in de praktijk. Dat kan op meerdere manieren. Je kan een huid gewoon een gezichtsbehandeling doen om het goed uit te laten reinigen. Dat bijvoorbeeld de poriën goed geledigd worden. Dat de huid schoon blijft. Dat die dode huidlaag een beetje ervan afgaat. Dat is heel erg belangrijk. Maar wil je nu echt de huid goed gaan boosten? Je ziet hier al die pijltjes staan. Dat zijn verschillende peels. Dit zijn dan peels van Image Skincare. De TCA die heb ik van Toscani. Die heb ik natuurlijk zelf onlangs gedaan. Zoals je ziet gaat die dus helemaal tot in deze diepte. En die laat deze hele bovenste huidlaag los. Die reset echt de hele huid. Maar als je anti-age werkt, dan kom je een beetje hier zo bij de glycolzuur en de retinol. Dat is het tweede streepje. En dat tweede streepje, die gaat dus tot op die bloedbaan. En die gaat zorgen dat er weer elastine aangemaakt wordt, collageen aangemaakt wordt, dat de fibroblasten geboost worden. Dus dat zijn zulke hoge werkstoffen, die kan je niet in de thuisproducten krijgen. En daarmee zorg je ervoor dat je huid echt naar een hoger level gaat. En als je dat dan met anti-age producten goed bijhoudt thuis, en de goede voeding waar ik straks op terugkom, zorg je ervoor dat het van binnen en van buitenaf, nou ja, meer dan dat kan je dan niet doen. Wil je echt de huid helemaal boosten en echt flink laten werken, echt keihard sporten, dan is microneedling echt een fantastische behandeling. Kan je ook 1 keer doen, maar als je anti-age wil werken, moet je echt 4 behandelingen minimaal doen. Met een interval van ongeveer 6 weken. Ligt aan de leeftijd. Als je ouder bent, ga je richting de 10 weken al. En waarom is dat? Wat doe je met microneedling? Met microneedling, kijk, deze peelings, even terug daarop, die zakken door die huidlaagjes heen. Wat een microneedling nou doet, dan komt er een tussenvloeistof op. Dat gebruik ik van Toscani en is heel doelgericht op anti-age of op acne of op voor een glowy skin. En dan gaan we aanprikken wat we willen. Dus als je bijvoorbeeld collageen wil aanmaken, gaan we hier prikken. Wil je cellen vernieuwen, ga je ook in deze laag prikken. Dus dan gaat die naald naar ongeveer, ja, wat zal het zijn? 0,8 millimeter tot 1 millimeter diep ongeveer. Soms, als het dikkere huiden is, zelfs 1 millimeter tot 1,25 diep. En dan prikken we die huidlagen aan. En omdat de huid dan denkt, hij is kapot, gaat hij heel veel fibroblasten maken. Omdat die moet die huid gaan herstellen. En op die manier komt er een vloeistof. Dus bijvoorbeeld hyaluron, vitamine A, vitamine C. Komt dan in deze huidlaag rechtstreeks. Hè, dus wordt niet gefilterd door de huid. Die komt rechtstreeks in die huidlaag. En hij is aangeprikt. Dus de huid denkt, hij is kapot. Ik moet hem gaan vernieuwen. Ik maak fibroblasten aan om collageen aan te maken. Om die wondjes te gaan herstellen. Hè? Want collageen maak je ook aan als litteken. Al willen we natuurlijk geen littekencollageen. Maar dat maakt hij eerst aan. En daarna wordt dat omgezet in goed collageen. De stevigheidscollageen. En dat willen we natuurlijk. En die collageen aanmaak kan wel deels door pielen. Eigenlijk is microneedling daarin echt het maximale wat je kan doen. Dus wil jij de huid echt helemaal tip-top fit krijgen, is microneedling echt de oplossing. Maar peelen kan ook, alleen moet je er wel aan denken dat je in het begin even gaat kuren. Dat is het verstandigste, al kan je ook tussendoor gewoon een peeling doen. Daarin kan ik je volledig adviseren.
nu over de anti-age. Wat heel erg belangrijk is en ook super mooi is, dat wil ik natuurlijk niet helemaal aan jullie laten ontgaan, is dat we hele mooie gift sets hebben dit jaar. We hebben ook een hele vitamine C gift set, maar we hebben het natuurlijk over anti-age. En dan is deze box, even deze erbij, dan is deze box echt helemaal fantastisch. En waarom is dat? Image Skincare komt ieder jaar met gift sets. En gift sets zijn altijd met hele, hele hoge kortingen. Dit is de Age Divine set. En wat hier nu zo mooi aan is, er zitten 3 volwaardige producten in. Er zit bijvoorbeeld een reiniger zit erin. Er zit een serum zit erin. En er zit een dagcreme in. Wat is daar nu zo ontzettend belangrijk aan? De reiniger is sulfaat- en zuurvrij. Maar wat is er nu zo belangrijk aan deze, de Max Cleanser? Hij herstelt de huid. Hij is vrij van parabenen. Hij is... even kijken. Ik zie nog een chat. Ja, die set. Ja. Oh, jij hebt die set natuurlijk, Nicolien. Ja, de Max Cleanser is op basis van appelstamcellen... nee, je gaat geen stamcellen in de huid brengen, maar wat doet deze? Deze zorgt ervoor dat de huidcellen optimaal worden en optimaal blijven. Hij brengt ook de pH-waarde in balans, waardoor de huid helemaal optimaal kan functioneren. Hij werkt jeukstillend en hij vermindert roodheid. Dat is gewoon een super fijne reiniger en hij is eigenlijk geschikt voor iedere huid. Dan zit erin... Het Ageless Serum, die ruikt echt fantastisch, vind ik zelf. Het is een hele vloeibare, een heel vloeibaar serum. Maar die is op basis van melkzuur, van glycolzuur. Aloe vera zit erin. En wat doet deze nu? Deze zorgt ervoor dat die dode huidlaag, de bovenste huidlaag, wat verdunt. Dus dat die dode huidcelletjes continu los blijven laten. Wat ik net al zei, die blijven heel vaak plakken aan de huid. Dus hij zorgt ervoor dat die loslaten. En glycolzuur zorgt ervoor... Die gaat op zoek naar vocht. Dus die zakt in de huid. En die zorgt ervoor dus voor dat hyaluron weer aangemaakt wordt. Dus dit is echt een fantastische anti-age. En wat het mooiste hieraan is... Hij werkt heel efficiënt en heel snel. Dus je hebt eigenlijk binnen... als je het gaat gebruiken... Zie je eigenlijk heel snel al dat fijne lijntjes verminderen op de huid... Dus het heeft ook een heel snel effect. Super fijn. En hierin zit de dagcreme, de SPF 50. Waarom nu de SPF 50? Als je anti-age werkt, is het heel belangrijk om ook in de winter de huid super goed te beschermen. Niet alleen tegen de zon. Tuurlijk zit er SPF in, maar dus ook tegen blauw licht. Van onze schermen bijvoorbeeld, van onze telefoons. Maar het is ook om de cellen te beschermen tegen oxidatie. Het is om de huid te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dus fijnstof en dat soort dingetjes. Dus de dagcremes met SPF zijn super belangrijk om te zorgen dat stoffen uit de huid niet verdampen. En om te voorkomen dat stoffen van buitenaf in de huid trekken. Dus zeker heel erg belangrijk. En hij is lekker vol en romig. Bij deze set zit de reiniger van €35 dus gratis. We hebben er echt nog maar een paar. Het gaat echt super hard. Dus ik zou zeggen, kijk nog even in de webshop. Want nu hebben we ze nog. Normaal uit mijn hoofd is die €128 of zo. Of nee, nu is die 128 en normaal is die dus €35 duurder. Je hebt dan dus de reiniger gratis. En het is echt, nou hij is sowieso super leuk om cadeau te geven. Hij zit in een hele mooie box. Ik kan het jullie even laten zien. Het zit in een mooie box. Er staat uitgelegd ook hier hoe je het moet toepassen. Waarvoor het is. Het is echt voor de jeugdige uitstraling. Dus zeker een advies om die te gebruiken als je anti-age wil werken. Hier hebben we nog de dagroutine en die is super belangrijk. Deze heb ik ook al laten zien in Alles over de huid. Maar die ga ik in ieder webinar vertellen waarom. Er gaat nog best wel eens wat fout.
niks ergs aan, maar het is wel belangrijk om het in de goede volgorde te doen. 'S Ochtends reinig je eenmalig de huid. Vervolgens breng je serum aan. Dan heb je hier tussen nog een optimizer. Die zit er niet bij, maar dat zijn nieuwe producten. Daar kom ik zo meteen op terug. En daarna breng je de dagcreme aan. Om te zorgen dat alles in de huid blijft zitten wat je erop hebt gesmeerd. En dat je beschermd bent tegen invloeden van buitenaf. In de avond reinig je 2 maal de huid. Dat heeft ermee te maken dat de eerste reiniging de opperhuid reinigt. En de tweede reiniging de diepte reinigt. En dat is heel erg belangrijk. Dat mag 2 keer met dezelfde. Je mag er ook voor kiezen als je nog een andere reiniger hebt. Om bijvoorbeeld een zuur te gebruiken. Om die dode huidcellen los te laten. Maar in deze kit zit natuurlijk een serum die daar ook voor zorgt. Dus daarom is dit gewoon perfect. Dan breng je dus het serum aan wat ik zojuist vertel. Dan de optimizer. Daar kom ik zo weer op terug. En daarna breng je de oogcreme aan. Dat doe je 's ochtends overigens ook. De oogcreme breng je dan aan. En vervolgens het nachtproduct. Waarom gebruik je niet een nachtproduct overdag of andersom? Vooral die nachtcreme is superbelangrijk. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de nachtcreme de huid extra voedt. En tussen 11 uur 's avonds en 3 uur 's nachts werkt de huid het hardst. Dus op dat moment breng je die repaircreme aan, de herstellende creme, antirimpelcreme, hydraterende creme, die breng je aan. En die gaat ervoor zorgen dat op het moment dat die huid zo keihard aan het werk is, dat die bouwstoffen er ook zijn. Dus dat is super belangrijk. Nou, dan hebben we nog overige producten, lipproducten. Die breng je natuurlijk als laatste aan. Maskers hebben we. Maskers die doe je 1 of 2 keer in de week. Eventueel heb je nog supplementen. En de Eye Beauty is natuurlijk de foundation. En die kan je combineren eventueel met de, met de dagcreme. Ik moet het niet heel onduidelijk maken. Wat je vooral niet moet doen. Ik vind dit echt een fantastisch plaatje. Roken. En natuurlijk zijn er mensen die roken. En ik weet ook, ik kan erover spreken dat het lastig is als je rookt om mee te stoppen. Dat is heel erg belangrijk. Maar wat niet lukt, lukt niet. Maar probeer zo min mogelijk te roken. En ik heb echt klanten erbij gehad. Die zijn gewoon overgestapt op elektrisch. En die zijn dan gaan afbouwen. En die doen nog 1 elektrisch sigaretje per dag. Is ook niet gezond, maar zoveel beter. Waarom? Sigaretten breken vitamine C af. Ik heb het neergezet, expres, voor de mensen die het misschien een foto ervan willen maken. Want per sigaret die je rookt, breek je 250 milligram vitamine C af. Nou, natuurlijk heeft je lichaam standaard vitamine C nodig. Dat is gemiddeld genomen ongeveer 1250 milligram. Dus rook je 5 sigaretten per dag, is je hele voorraad op. Althans, je slaat geen vitamine C op. Maar dan ben je je normale behoefte aan vitamine C al kwijt. Naarmate je natuurlijk ouder wordt, neemt die behoefte toe. Natuurlijk kan je vitamine C slikken. Maar je kan niet meer slikken dan ongeveer 3 tot maximaal 4000 milligram per dag. Dus dan kan je zeggen, nou oké, weet je wel, dan kom ik er ook nog aardig als ik 10 sigaretjes rook. Maar ja, op het moment dat je dat doet, moet je gaan afvragen, wil ik zoveel vitamine C nemen of niet? Het is ook zo dat je kan vitamine C slikken en smeren. Als je rookt, zeker belangrijk om en vitamine C te slikken en te smeren. De huid kan overigens niet meer dan 15% vitamine C per keer opnemen. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Veel alcohol heeft ook een hele erg negatieve invloed op de huid. En wat als gevolg heeft dat je ontstekingen kan krijgen, eczeem kan krijgen. Waarom? Alcohol zorgt ervoor dat onder andere zink en vitamine A afgebroken worden. Op die bouwstoffen kom ik zo terug. Vitamine A heb ik natuurlijk al verteld.
die zorgt ervoor dat die cellen vernieuwd worden, dat die fibroblasten, die fabriekjes gemaakt worden. Dus je kan je voorstellen dat als die fabriekjes minder gaan functioneren, je ook veel minder collageen aan gaat maken. Wat ook nog heel erg belangrijk is, die heb ik niet in de tekst erbij gezet, is de zon. En de zon is de allergrootste anti-age probleem die wij hebben. De huidveroudering nummer 1 komt door de zon. En je ziet het aan deze mevrouw, je ziet die netvorming helemaal. En die netvorming komt echt door de tweede huidlaag. Daar zit het reticulaire weefsel, heet dat. En dat is een net. En die geeft die stevigheid aan die huid. En dat is een soort bindweefsel. En je ziet bij die mevrouw dat dat gewoon volledig verdwenen is. Dus je kijkt er gewoon dwars doorheen. Dus althans, het net is er nog wel. Maar alles wat erop hoort te liggen is gewoon verdwenen. Dus zon, roken en hoge mate van alcohol. Dus niet als je dagelijks een wijntje drinkt. Wat is nou heel erg belangrijk aan voeding? Dit is echt super interessant. En je hoeft het echt niet mee te gaan schrijven, want dadelijk som ik het allemaal nog een keertje op voor jullie. Maar wat heel erg belangrijk is, zijn verzadigde vetten. En dan met name de verzadigde vetten en het liefst met omega 9. Omega 9 maak je aan. Althans, dat zit in heel veel voedingsstoffen. Heb je niet in hoge percentages nodig. Maar verzadigde vetten zorgen gewoon voor een soepele en een jonge huid. Dan hebben we nog omega 3. De lange keten omega 3 vetzuren, die kennen we wel. Hè, van alle visjes, de vette vissen. En omega 3 zorgt er met name voor dat je cellen hele mooie, volle, gevulde bolletjes zijn. Die goed functioneren, die voor stevigheid zorgen, die gewoon hun optimale functies en werking hebben. Maar er zijn natuurlijk mensen die niet tegen vis kunnen of niet van vis houden. Dan zou je ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld lijnzaad of walnoten, koolzaadolie of hennep. Tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel superfoods die je kan inzetten ervoor. Omega 3 zijn echt dingen die je dagelijks moet nuttigen. Gewoon in een topconditie te blijven. Dan hebben we de vitamine A hieronder. Vitamine A zorgt ervoor dat epiteelcellen heel erg sterk blijven. En epiteel is het dekweefsel, het stevige weefsel van de huid en van je bloedvaten. Dus heb je heel erg last van vaatjes in de huid, is het heel erg belangrijk om te zorgen dat het epiteel gezond blijft. En als je een tekort hebt aan vitamine A, dan zie je ook vaak ontstekingen en acne ontstaan. Dus vitamine A is echt een hele erg belangrijk om die nieuwe cellen aan te maken. Dan hebben we nog natuurlijk de vitamine C. Wat ik al zei, vitamine C is heel erg belangrijk voor de aanmaak van collageen. Het verhoogt ook onze weerstand. Dus vitamine C is echt heel noodzakelijk. Daarom hebben mensen die ook roken, daar kom ik weer, ook vaak een lagere weerstand, een slechtere wondgenezing. En dat komt door die collageenafbraak die er eigenlijk plaatsvindt. Vitamine C zorgt gewoon voor die stevigheid in de huid. Dan hebben we nog vitamine E. Die zie je hier ook staan. Vitamine E zorgt voor bescherming van de huid. Ook bij eczeem en zo. Maar vitamine E beschermt ons ook tegen UV-straling bijvoorbeeld. Dus vitamine C is echt een hele noodzakelijke vitamine voor ons lichaam. En die vind je voornamelijk in pitten, pompoenpitten en zo. Dan hebben we zink. En zink zorgt voor bijvoorbeeld een verhoogd herstel van de huid, wat heel erg belangrijk is. Zink kan je niet zelf aanmaken. Zink is een mineraal. En ons lichaam maakt niet zelf zouten en mineralen aan. Daarom hebben we daar snel tekorten aan. Magnesium komen heel snel tekort. Wat zorgt dat je snel kramp krijgt, bijvoorbeeld slecht kan concentreren, wat vermoeider ben. Daar is magnesium een mineraal voor, maar zink is heel erg belangrijk, want die remt ontstekingsreacties in de huid.
En vergeet niet dat de afbraak van je cellen door ouderdom ook een soort ontstekingsreactie is in de huid. En zink zorgt ervoor dat de huid herstelt. Dus hij zorgt voor het aanmaak ook van nieuwe cellen. Dus zink en vitamine A zijn super belangrijk. We gaan weer even terug naar die alcohol. Die breekt dus precies die twee vitamines af. Dus het is heel belangrijk als je een keer een avondje flink doorgezakt bent, om dan even flink zink en vitamine A te nuttigen. Dat is heel erg belangrijk. Zink vind je voornamelijk in kaas, eieren en heel erg veel in oesters. Dus mocht je gek zijn op oesters, zou ik zeggen, neem er nog even een paar. Dan hebben we de antioxidanten. Nou ja, iedereen hoort er altijd van alles over dat je antioxidanten moet nemen omdat dat goed is voor je. Het verhoogt je weerstand. Maar wat doet het nu eigenlijk? Nou, antioxidanten zorgen ervoor dat vrije radicalen, dus straling, afvalstoffen, fijnstof, alles wat eigenlijk niet in ons lichaam hoort, wat toxisch is, dat eruit gaat. Antioxidanten beschermen ons tegen bepaalde stralingen. Beschermen ons dus tegen die fijnstof. Die zorgen er gewoon voor. Het zijn een soort detoxers van ons lichaam. Daarom zijn antioxidanten zo heel belangrijk. En je vindt ze in heel veel soorten fruit. En in blauwe bessen, in sinaasappels. Dat weten we allemaal. Maar wat je ook zou kunnen doen is dagelijks gewoon regelmatig groene thee drinken. Bijvoorbeeld, dat werkt ontzettend goed voor de huid. En af en toe een glaasje rode wijn kan ook geen kwaad. Er zit resveratrol in. En dat helpt gewoon hartstikke goed om je huid jong te houden. Maar dan praten we niet over een fles, maar lekker over een glaasje rode wijn. Ik heb het nog eventjes opgezond. Omdat het natuurlijk allemaal voedingsstoffen zijn. Dat je denkt, ja, oh ja, wat was het ook weer allemaal? Wat moet ik dan allemaal eten? Nou, neem bijvoorbeeld een handje noten, walnoten, zonnebloempitten. Hè, als je trek hebt, wat ik zelf ook altijd heel erg fijn vind. Als ik tussendoor heel erg trek heb en ik neem gewoon een handje gebrande ongezouten noten. Let op, ongezouten noten. En dan geen pinda's, maar noten. Dan praat je over amandelen, walnoten, zonnebloempitten. Dat soort dingen. En neem je gewoon één of twee handjes. En geloof me, als je dat regelmatig doet, zal je merken dat je honger gelijk wegzakt. Het vlakt gelijk af. Het is gezond. Hè? Zoals we net al zagen, nou ja, waar zitten noten? Zit vitamine E zit daarin? Ik geloof dat er ook verzadigde vetten in zitten. Vitamine C zit er heel vaak in. Dus het is super belangrijk om die zaden, noten en zaden te eten. Avocado's, weet je, heerlijk. En je kan er zoveel mee. Plak je avocado op een crackertje. Je kan het pureren en je kan er een soort guacamole van maken. Je kan het in kleine blokjes door je eten doen. Als je het niet lekker vindt, dan proef je het niet. Daar kan je een beetje zeezout op doen. Vette vis, weet je. En dan praten we niet over dagelijks. Alsjeblieft niet, want dan scheppen we die hele oceaan leeg. Het verstandigste is 2 keer per week vette vis te eten. Maar als je een beetje met het milieu bezig wil zijn, is 1 keer per week eigenlijk ook voldoende. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dan weer met de oceaan. Omdat als we allemaal 1 keer per week vette vis eten, dan blijft alles in stand. Gaan we naar 2 of 3 keer, dan gaan we alweer de oceaan leegscheppen. Paprika, mits je daar niet intolerant voor bent, werkt supergoed. Zoete aardappel, broccoli, pompoen en pompoenpitten ook. Granaatappels en granaatappelpitjes natuurlijk. Lijnzaad en olijfolie. Bij olijfolie moet je wel opletten welke je neemt in verband met bakken. Je kan niet alles gebruiken om te bakken. Dus je moet echt kijken of de olijfolie geschikt is om in te bakken. Dat heeft met de persing heeft dat te maken. Want anders dan heb je kans dat je juist omega 3 gaat omzetten in omega 6. En dat wil je niet. Ja, daar hadden we het natuurlijk over. Botox en fillers. Nou ja, ik weet niet wie van jullie het wel eens overweegt. Het meest gehoorde is de neus-lippenplooi en dit. Wat mensen heel erg lelijk vinden aan zichzelf en graag willen laten behandelen. Is niet per se nodig. Mits je echt heel erg veel zo doet. Ik moet zeggen, ik heb die TCA-peeling gedaan.
Ik wil het jullie echt allemaal aanraden om de huid in conditie te brengen en gewoon een TCA-peeling te doen. Ja, je loopt echt met vellen, maar ik merk echt dat mijn voorhoofd zo'n stuk strakker is geworden gewoon in die spieren. En mijn huid überhaupt echt in een topconditie is. Maar wil je meer informatie, benader mij dan gewoon hierna. Deze kindjes zijn nu extra in de actie. En dat heeft dus alles te maken wat ik net zeg over die botox en fillers. En natuurlijk het anti-age. Ik heb het net al over die age and defying kit gehad. Waar €35 voordeel aan zit. Omdat je de reiniger dus gratis krijgt. Let op, ik heb er geloof ik echt nog maar een stuk of 7 of zo. Dus ze gaan echt super hard. Maar ik wil het over die andere 3 producten hebben. Die je daar dus allemaal bij kan doen. Dan denk je, jezus, wel nog producten. Maar geloof maar. Dan ben je op een oogcreme na helemaal compleet. Want dan heb je een reinigingsserum, dagcreme, nachtcreme en optimizers. En die optimizers heb ik het natuurlijk al met jullie over gehad. Althans, ik heb ze benoemd wanneer je ze moet toepassen. Maar daar kom ik zo nog 1 keer op terug over hoe je nu wat moet doen. Ik begin met de Wrinkle Smoother. En het is zo'n mooi product. Dit is een nieuw product. Ik heb echt al wat klanten die ermee aan de slag zijn gegaan. Ik heb deze zelf ook en ik ben er super blij mee. Moet je kijken wat een ontzettend mooi product het is. Alleen die gouden balletjes al, daar ben ik al helemaal verliefd op. Het is een hele mooie verpakking. Je drukt hem gewoon in en er komt dan een heel klein drupje uit en daar heb je meer dan genoeg aan. Wat doet de Wrinkle Smoother? Eigenlijk zegt het al, het smooth je rimpels. Het heeft echt een botox effect, dit product. Je past het dus toe bij de fronsrimpels, je kraaienpootjes kan je toepassen. Dus eigenlijk waar normaal heel vaak botox ingespoten wordt, daar kan je die Wrinkle Smoother 2 maal daags op aanbrengen. Na 30 dagen zie je het resultaat. Het heeft een microburst technology. En de microburst technology zit ook in de waterburst. Maar dat zijn kleine balletjes. Wat je net dus zag. Daar zitten die werkstoffen in. Hele, hele superhoogwaardige peptides. Liftende complexen zitten erin. Plantstamcellen zitten erin. Die antirimpelpeptides en die zitten erin. En op het moment dat je het dus aanbrengt en je klopt het in de huid en je kan het gewoon zo inkloppen, dan sla je als het ware direct die werkstoffen in de huid. Het zijn geen serums, het zijn geen crèmes, het zijn echt, wat ik zei, optimizers. Dus echt toevoegingen aan de dagroutine. Deze is nu alleen vandaag, dus dinsdag 8 en woensdag 9 december met 10% korting in de webshop te krijgen. Normaal is deze €95, nu is die €85. Je doet hier echt super lang mee, want je gebruikt maar een heel klein bolletje voor dat hele gebied 2 maal daags. Dus het is echt een hele hoop wat erin zit eigenlijk. Dan heb ik als tweede, dit is echt de best of the best, kan ik jullie gelijk vertellen. Sowieso is de Max-lijn is een anti-age-lijn. En die anti-age-lijn is helemaal op basis van plantstamcellen. Dus die zorgen er gewoon voor dat je werkstof krijgt, maar dat jouw cellen het ook aankunnen. De contour gel. Hele grote pot, zoals jullie zien, want het is een toevoeging, wat ik al zei. De contour gel is een echte filler. Zo kan je hem ook zien als filler gebruiker. Dus waar gebruik je hem? Neuslippenplooi hieronder het contour. Hij verstevigt. Hij geeft de huid veel meer volume. En dat gaat ook weer met die peptides, van die plantenpeptides. En ook deze heb je na 30 dagen resultaat. Nou, en hier kan je veel langer mee doen met zo'n verpakking. Maar na 30 dagen heb je in ieder geval resultaat. Dus eigenlijk als je het eenmalig aanschaft,
dan kan je zelf kijken van, joh, weet je, of zie ik het wel of zie ik het niet. Je dient het wel, als je het beste resultaat wil, 2 maal daags aan te brengen. Deze is normaal €135 en die is nu €121,50. Dat is echt een heel groot voordeel als je de huid echt supergoed wil gaan boosten. En dan heb ik nog de Rolls Royce onder de dagcremes als het gaat om retinol. En dit is echt mijn favoriet. En ik heb hem gekozen omdat ik samen met de webinar vanavond ook een product daarvoor wilde. En deze werkt zo goed op ontstekingen. Dat is de Restoring Retinol Creme van de Image MD Line. Deze bevat 12% gebufferde retinol, vitamine A. Dit is zo'n bom voor de huid, dat als je acne-littekens hebt, als je acne hebt, als je fijne lijntjes hebt, als je grove rimpels hebt, als je gewoon een grove huidstructuur hebt, als je een huid hebt waarvan je denkt, nou, het is ook niet helemaal lekker, grove poriën, maakt niet uit. Maakt niet uit, alles wat je kan bedenken. Retinol crème van de MD-lijn. Wat ik al zei, het is gebufferd. En waarom zeg ik dat? Retinol is voor op de huid, puur retinol, best pittig. Je kan er gewoon geschilveren heel erg, omdat retinol moet in de huid werken, niet aan de buitenkant. Wat betekent gebufferd? Er zitten bepaalde eiwitten omheen. En die eiwitten die gaan er in de dermis, dus in die tweede huidlaag, vanaf. Dan ze vallen daardoor af door alle werkstoffen die er zitten, de zuurtegraad in die huid en het vocht. Dan valt dat uiteen en dan is die vitamine A precies waar we hem hebben willen. Het is een nachtproduct, maar deze gebruik je niet iedere avond. Dat gaat echt te ver voor je huid. Dus je start met 1 maal per week. Als dat dan een week of 2 goed gaat, dan ga je door naar 2 keer per week. En gaat dat goed, dan ga je naar 3 keer per week. Dus dan ga je naar 1 in de 3 dagen, dan ga je naar 1 in de 2 dagen. Hij heeft ook nog een keer de Advanced Delivery Technology. Dat wil zeggen dat het 48 uur vitamine A afgeeft. Dus al die tijd geeft het vitamine A af. Dus de huid krijgt precies wat hij nodig heeft. Het is echt zo'n topper. Daarom heb ik hem ook gekozen. Ook deze is met 10% korting. Die is normaal €92,50. Die is nu €83,25. Dus als je alles bij elkaar zou nemen, hè, dan heb je aan voordeel. Even snel gerekend. 35, 45, 55... 65, nou tussen de 65 en de €70 voordeel. Dat is echt een hele, hele hoop. Dus dat moet je natuurlijk, dat wil je gewoon niet missen. Het lijkt bijna een Telcel-reclame, maar het is echt gewoon fantastisch. Wat ik jullie dus even nog wil uitleggen, hoe ga je dit nu toepassen? Want het zijn zoveel producten. Nou, neem dat het ochtend is, bijvoorbeeld. Ik ga het jullie even laten zien. Je reinigt je huid. Je doet een klein beetje reiniger op je hand. Je wast je gezicht ermee. De gift set is overigens ook voor 4 tot 6 maanden. Nou, je wast je gezicht er lekker mee. Je haalt het eraf met sponsjes. Die krijg je er gewoon bij van ons. Dan wacht je heel even het af en heb je het rustig droog. Dan breng je 1 pompje van het Ageless Serum aan. Ik doe het eigenlijk altijd in mijn handpalm. Handpalm. Doe ik 1 pompje. Dat verdeel ik en dat smeer ik over mijn hele gezicht. Meer dan voldoende. Dan breng je vervolgens de Wrinkle Smoother aan op de frons. En of de Contour Gel aan op de neuslippenplooi in dit gebied. Is natuurlijk afhankelijk waar je behoefte ligt. Want heb je alleen dit of heb je alleen dat. Dan kan je ook voor 1 van de 2 kiezen. Dan wacht je even een minuutje of 2. Totdat het lekker ingetrokken is. Dus kan je daarna je tandjes poetsen. En daarna breng je de dagcreme aan. In de avond. Even terugzetten. Ik weet even niet meer welke waar moet. In de avond reinig je 2 maal de huid.
Dan vervolgens breng je weer het serum aan. Ik ben een beetje aan het rommelen, geloof ik. Dan breng je het serum dus aan. Weer één pompje. Die breng je aan. Dan breng je weer deze optie aan. En dan doe je op moment 2 keer per week of 3 keer per week. Breng je de retinol A-creme aan. Als je dat doet en je doet het 1 maand. Dan wil je niet weten wat er met je huid gebeurt. Echt, ik durf er mijn handen voor in het vuur te steken. Je huid gaat zo'n boost krijgen dat mensen het ook binnen die maand gaan zien aan jouw huid. Soms zelfs sneller. Maar ik wil niet al te hoog van de toren gaan roepen. Maar geloof me, dit pakket is echt fantastisch. Als je nu dit hele pakketje bestelt, dus een gift set, de Max, de retinol, en je bestelt een heel pakket, maken wij er zo'n leuk pakket van. Je kan het natuurlijk ook voor de kerst doen. Je kan natuurlijk ook zeggen van, nou weet je, ik wil dit en ik verwend mezelf ermee. Wij maken er gewoon een leuk pakket van. We stoppen er nog allemaal extraatjes bij. Het wordt gewoon één totaal anti-age pakket. Maar let op, de actie is tot en met morgenavond, 9 december, 12 uur 's nachts. Daarna is die afgelopen. Hij komt ook niet meer terug. Dus ik hoop echt dat jullie op tijd terugkijken. Want anders heb je echt pech. Ik heb afspraken met Image gemaakt. Normaal mag ik niet eens zo uitgebreid van alles doen. Ik heb kunnen regelen dat jullie dit nu in de actie kunnen krijgen. Dus ik zou zeggen, profiteer ervan. Hè. 70 euro voordeel ruim. Alles bij elkaar. Dus ik vind het nogal wat. Dan weet jij nu niet wat jij kan, wil, mag. Wat past in de routine die je al hebt. Kom je uit de buurt, zou ik zeggen, kom eens langs. Ik geef gratis huidanalyses. Met een huidscan, daar heb je gewoon recht op. Eens in het half jaar mag je daarvoor langskomen. Ik leg je alles over de producten uit. We maken een scan van de huid, waarbij we je huid even helemaal goed gaan bekijken. Kom je niet uit de buurt? Nou, dan doen we het gewoon online. Inmiddels heb ik uit ervaring... ben ik al zo ver gekomen dat ik weet wat ik moet vragen, wat ik kan vragen, om erachter te komen hoe het met de huid staat, wat de conditie van de huid is. Dus kunnen wij ervoor gaan zorgen dat je het juiste advies krijgt van mij. Dat doe ik dus allemaal online. En ook dan kan je gewoon een volledig huidadvies, alleen heb je dan de huidscan niet. Vragen stellen hoeft nu niet, want er is niemand. Mocht je nog vragen hebben na te kijken, stuur me gewoon een berichtje. En vergeet vooral niet dat er nog andere webinars gepland staan. Ook super interessant, kunnen ook teruggekeken worden. Zo heb ik vanavond om 8 uur een webinar over acne en maskne. Een super mooie webinar is dat. Echt mega interessant. Alles over ontstekingen in de huid. Onzuiverheden. Wat je daar nu allemaal aan kan doen. Wat je nu aan kan doen aan het probleem die je krijgt door het dragen van dat mondmasker. Dan hebben we donderdagmorgen om 11 uur. Let op, niet 10 uur, maar 11 uur. Een webinar over pigment. Hyperpigmentatie. Dus echt pigmentvlekken. Over hypopigmentatie. Dus als de huid juist minder pigment heeft. Over de doffe huid, de rokershuid. Allemaal donderdagmorgen om 11 uur. En dan heb ik donderdagavond nog een webinar over stress en de huid. Dus ook over hormonen en stress. Stress door ons leven nu. Stress door de overgang. Stress door een burn-out. Wat is nou het effect? Waarom heeft het zoveel invloed op de huid? En wat kan je daaraan doen met producten? En wat kan je daaraan doen met voeding of supplementen? En dan heb ik zondag nog een gratis webinar. Helemaal een Q&A. Alle vragen die jullie hebben over de huid. Na het zien van mijn webinars. Stel gewoon die vragen. Je kan ze ook van tevoren insturen. Dan bespreek ik ze allemaal. Ik hoop dat daar heel veel mensen naartoe komen. Want een Q&A doen zonder toeschouwers, dat werkt natuurlijk niet. Dus bij genoeg aanmeldingen heb ik zondag een webinar om 12 uur. Alles over de huid.
Bedankt voor het kijken. Ik ga de opname stoppen. Ga gauw naar de webshop. En bestel die producten nog voor morgen om 12 uur 's nachts. Dus 9 december 12 uur. Met 10% korting. Ik zie jullie snel. En bedankt voor het kijken. Doei!